Uit onze cijfers blijkt dat de werkdruk in Nederland toeneemt. In 2012 beoordeelde gemiddeld 68% van de medewerkers de werkdruk als goed en sindsdien is dat percentage dalende. In 2015 is dat zelfs gedaald naar 63%. Absoluut een aandachtspunt, want op het moment dat medewerkers de werkdruk als niet goed ervaren, heeft dat invloed op de bevlogenheid van de medewerkers, de efficiëntie op de werkvloer en zelfs op het verzuim. Hoe hoger medewerkers de werkdruk ervaren, hoe groter het gevoel dat ze achter de feiten aanlopen, energie verliezen in hun werk en ook zelfs opgebrand kunnen raken. Iets wat we allemaal niet willen. Dat heeft namelijk invloed op de efficiëntie binnen een team en zeker ook op de samenwerking. Als we kijken naar de cijfers binnen werkdruk en de invloed op efficiëntie, dan zien we het volgende. Als medewerkers de werkdruk als goed ervaren, vinden zij dat er binnen de organisatie best efficiënt gewerkt wordt. Ze geven dan een score van een 6,8. Zodra de werkdruk omhoog gaat en zij de werkdruk als te hoog ervaren, zie je een score van een 5,8. Dat daalt nog verder naar een 4,7 als de werkdruk als veel te hoog ervaren wordt. Je kunt dus zeggen dat een te hoge werkdruk veel invloed heeft op de efficiëntie binnen een team. Datzelfde geldt als de werkdruk te laag is, verrassend genoeg. Op het moment dat de werkdruk te laag is, scoort de efficiëntie een 5,7... Bij een veel te lage werkdruk is dat zelfs een 5,3. Dus ook een te lage werkdruk heeft effect op de effectiviteit van een team en van een samenwerking. Het is dus heel erg belangrijk om samen met je medewerkers de werkdruk goed in de gaten te houden. Want op het moment dat je dat doet, zul je dat terugzien in de bevloogheid van je medewerkers, in de efficiëntie op de werkvloer en het feit dat er een heel erg kleine kans is op verzuim.